Goedemorgen, welkom bij Escape Room Designer. Het is dag 2 en ik sta in onze mobiele escape room speciaal ontwikkeld met het thema safety voor Tenet. We staan hier 3 dagen bij het hoofdkantoor en hier gaan mensen spellen spelen en worden ze bewust gemaakt van de gevaren op de werkvloer. Hier en daar dagen we ze uiteraard ook uit, want we hebben niet alleen binnen in een spel en buiten ook al een aantal elementen geplaatst om te kijken of zij op een veilige manier dit spel kunnen voltooien. Dus wij gaan knallen vandaag en ben jij nu nieuwsgierig geworden, dan zou ik zo zeggen, ga je mee? Goedenavond, ik sta hierbij. Reinder. En wij staan nu inmiddels al bij 2 dagen in Arnhem bij het bedrijf Tenet. Nou, we staan niet bij het hoofdkantoor, maar de escape room staat op een hele toffe plek. En we hebben hier 2 dagen al mensen opgesloten. In deze mobiele escape room, maar ook een mobiel hoogspanningsstation. En daar hebben mensen iets aangetroffen. Wat hebben ze aangetroffen? Nou, ze vonden een bom. Oh nee. En hoe is dat nou afgelopen elke keer? Gelukkig is het allemaal net goed gegaan. Sommigen met een minuutje, sommigen met 3 minuutjes. Maar allemaal net goed. Allemaal net goed. Nou, dat is in ieder geval fijn. En wat merk jij nou wat de waarde is van eerst zo'n escape room spelen en dan zo'n debrief van jou bijvoorbeeld als expert? Ja, het leuke is dat zij worden getriggerd door de tijd, er zit heel veel tijdsdruk op en daardoor gaan ze toch heel vaak toch de fout in. En dan na die brief vertel je van joh, als je had er iets anders had gedaan, je had het incident had je gemeld, had je gewoon extra tijd gekregen, had je misschien een beter score kunnen halen. Ja, dat klopt. En wat zijn de reacties van de mensen? Nou, allemaal super, super enthousiast, ja. Erg leuk. Ja, zeker. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dus we hebben nog 1 dag te gaan op deze locatie en daarna volgen de velen. Dus, en we eindigen altijd met, ben jij nu nieuwsgierig geworden? Dan zou ik zo zeggen, ga je mee?